Ik was een kind van 8 en ik had een oom die keramist was. En dan mocht ik bij hem in het atelier voor het eerst mijn klei. En dat vond ik zo mooi en zo lekker. Toen dacht ik, als ik later groot ben, dan wil ik dat ook worden. Dat is uitgekomen. Ik heb ook nooit wat anders gewild. Wat mij dus al jaren heel erg boeit, is structuur die dingen hebben. En dan ging me op een gegeven moment opvallen dat heel veel structuur die ik mooi vind, dat die ingesleten is. Of afgebrokkeld, of door vorst gescheurd. En dan kom je, ja, dan, dat vat ik samen met het woord verval. En meestal zijn die dingen waar mijn ogen op vallen tamelijk klein. En dan vergroot ik het uit. Die vormen gaan een eigen leven leiden. En dat vind ik juist leuk. Soms kom ik daar ook wel weer op terug. Dat ik weer een idee krijg van dat thema me toch nog niet helemaal losgelaten. Maar ik ga ook wel eens even iets heel anders doen. Laatst reed ik in de auto langs een affiche. Waar een hele rij boeken op stond. Dan denk ik, oh ja, daar ga ik iets mee doen. En dat is dat ding wat ik nou... net af heb, wat droger ligt. Het oorspronkelijke beeld wat ik zag, dat is niet meer te zien. Het is mijn interpretatie. Mensen vragen mij ook wel eens bijvoorbeeld of ik zelf mijn werk mooi vind. Maar dat zou ik niet weten, daar hou ik me nooit mee bezig. Het is voor mij ja of nee gelukt. En wat is gelukt voor mij? Ik heb een plaatje in mijn hoofd. Echt een visueel plaatje. En als uiteindelijk zover is dat als het klaar is, dat dat plaatje wat daar is, over het plaatje wat in mijn hoofd zit schuift. En dan ongeveer zo uitkomt, dan is het gelukt en ben ik blij. Je werk ergens in het openbaar brengt, zeg maar bijvoorbeeld in een expositie, dat voelt dat je ontzettend je nek uitsteekt. Je laat iets zien van wat heel erg met jouzelf te maken heeft. Met je gevoel en hoe je in elkaar zit en wat je doet. En mensen kunnen je maken of breken. Daar word ik doodzenuwachtig van. Terwijl ik aan de andere kant ook helemaal niet overstuur ben als iemand het niet mooi vindt. Ja, dat voelt toch... Ja, het is kwetsbaar. Je bent kwetsbaar dan. Ik kan het niet anders uitdrukken. Dan mogen we nu weg. Ja, het heeft ook iets gênants. Dat je denkt, nou ja, ik kan het niet laten. Het is mijn lust en mijn leven. Dan ook nog geld ervoor krijgen. Stel nou dat je merkt dat als je dat en dat maakt, dan verkoop je. En dat je dan daarom dat gaat maken. Nou, dan zou ik mezelf echt geweld aan doen, vind ik. Ik vind dat je trouw moet zijn aan jezelf. En als je dan ook nog geld mee verdient, dat is mooi meegenomen. Ik vind haar veel te bescheiden.
Maar dat zit in het karakter en dat, ja, zo is het nu eenmaal. Aan de andere kant is dat ook je vorm waarin je dingen in het leven zet. En, ja, soms zijn dat mensen die postuum beroemd worden. Dat zou ik dan voor Bieke weer wat sneu vinden. Maar goed, als zij dat zo wil organiseren, dan gaat dat zo. Ik moet vooral trouw zijn aan mijn eigen gevoel. En een beetje meer mijn best doen om iets te verkopen vind ik ook helemaal plausibel. Maar het mag niet omdraaien. Dan ga ik te ver. De beelden van Mieke, dat is kunst. Kunst omdat, omdat er zowel esthetische, dus schoonheidsaspecten aan zitten. En ook ja, anti-esthetische dingen aan zitten. Maar zoals dit beeld, dat heeft zijn haar niet gekamd. Dat is heel lelijk daar van boven eigenlijk. Dus dat is dan het mooie, strakke. Er is niks aan de hand beeld. Tot ineens dat ruige haar daarboven. Dus die combinatie is dan weer prima. Dus dat is het mooie ervan. Het beeld relativeert zichzelf. Door die uitwaaitjes boven. Dus het is heel streng opgebouwd, laag voor laag. En dan ineens... En dat is juist het mooie. Het is een beetje vuurwerk. Het is hetgene waar ik het meest gelukkig mee ben. Ik kan het niet ontkennen. Als ik dit niet kan, dan zou ik niet heel ongelukkig zijn, denk ik.